NDP-parlementariër Rabinder Permisser geeft de regering een schouderklopje voor haar handelswijze ten aanzien van de verstrekking van de noodhulp in het Brokopondo-rampgebied. De volksvertegenwoordiger wilde verder weten wat nu het vervolgplan is voor het rampgebied. Ik wil graag van de regering als er nog andere reacties zijn gekomen en of concrete toezeggingen gedaan. Voorzitter, we spreken ook onze waardering uit voor de inzet van NCCR. Er zijn vele gebieden die moeilijk bereikbaar zijn en al 3 maanden lang noodhulp en hulpgoederen moeten ontberen. Wat is het plan van de regering om de bewoners in deze gebieden, ik denk aan Gran Rio, boven Surinamegebied en andere, zo spoedig mogelijk tegemoet te komen en de nodige ondersteuning te bieden? We hebben vernomen dat het water wederom gestegen is en het vermoedelijk verder zal stijgen. Tegen deze achtergrond vragen we dat de regering ons zo spoedig mogelijk in een openbare vergadering diepgaand komt informeren over de actuele status van de waternoodsituatie, wat de verwachtingen zijn en de concrete stappen die worden ondernomen. Permisser merkte verder op dat de regering moet komen met een uitleg over de vele prijsstijgingen. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zegt dat er ook problemen in Paramaribo zijn welke een acute aanpak vereisen. Ook hier in randdistricten en de districten rondom Paramaribo zien we zeker bepaalde buurten en voornamelijk volksbuurten zwaar lange periode onder water, voorzitter. Dus we vragen de regering om duidelijkheid. Voorzitter, een andere kwestie die hier aangekaart is, is de kwestie van de benzineprijzen. En ik wil, alhoewel wij allemaal begrijpen dat de wereldmarktprijs blijft stijgen, voorzitter. We hebben gekeken, de Verenigde Staten zitten ze al voor op dit moment op 58% prijsstijging, voorzitter. Dus we begrijpen het. Gayadin zegt verder dat hij merkt dat er hogere koersen dan de bankkoers worden gehanteerd door maatschappijen. Dit wil volgens de volksvertegenwoordiger zeggen dat er enorme winsten worden gemaakt en er hierop toezicht moet worden uitgeoefend door de regering.